We zijn in Zuid-Limburg. Ik lees ingrediënten. En als je ingrediënten leest, dan gaat een wereld voor je open. Zijn schouders zijn losgewerkt. Herenigd met de Amazones. Ja, jij, woe! Lieke is net bevallen van de tweede kind. Lieke, je moet hem niet uitlachen. Ik weet het ook al. Echt heel mooi. Het lijkt wel een soort Toscane. Waar ben ik? In Nederland of ergens anders? Ik ga het zo vertellen aan jullie. Goedemorgen allemaal. Het is eigenlijk al middag. We zijn in Zuid-Limburg en ik ga hier zo een clinic geven. Tappen zit hier achter me in de auto. Ik ga er zo even uit de auto. We zijn alles aan het klaarzetten. Dieren, zo'n centaur, dat is zo'n half mens, half paard. Een beetje dat gevoel moet je hebben, alsof jij zijn achterbeen bent. Je moet niet te veel aan de voorkant denken, want jij bent de voorkant. Snap je wat ik bedoel? Ja. Voel je nu wanneer hij bijvoorbeeld zijn binnenachterbeen op de grond zit? Kun je dat een beetje visualiseren, zo in jouw hoofd? Kun je dat voorstellen waar hij hier zit? Ja, dat is goed. Oké, dat is heel goed. Ja, even de hals laten strekken. Maar even helemaal lang, even richting de knie. Super dit, netjes. Heel goed. Heel goed dit. Haar hals strekken is echt, doet hij voor een 8 al. Heel keurig, super. Heel mooi. Ja, teugels weer op maat maken. Is hij altijd pitloos gereden of pas toen hij bij jullie kwam? Nee, altijd. Altijd. Ja, ja, je kan zo als Alice Fromant hier rondgaan. Ja, exactly. Ja, mooi. Ja, klapje van jouw bandage van achter die los gaat zitten. Dat moet je te doen. Ik heb het al ook een keer met Guus vroeger gehad. Toen ging die hele bandage ging af door de baan. En weer rechtuit. Je moet niet altijd denken dat ze meteen een hele pirouette Dat is, dan moet ze echt kracht houden. Arbeidspirouettes zijn soms nog moeilijker, zijn vaak moeilijker ook, omdat kunnen ze niet zichzelf laten vallen. Als hij zo een beetje duikelt met zijn neusje omlaag, probeer dat op te vullen met je been. Dat je dat niet helemaal in die schouder laat klappen, zeg maar. Echt daar blijft. Goed zo, niet opvullen. Iets meer aan het been hebben hier. Even het been goed door laten komen. Dat je echt het spannetje tussen het been en de teugel hebt. Goed zo. Ja! Ja, zwaai maar. Easy. Ja! Thank you.
En zoals jullie zien, ben ik herenigd met de Amazones. We gaan zo een podcast opnemen. En Romy is moeder geworden. Dat is echt heel bijzonder. Nou, dan gaan we zo beginnen met de podcast. Ik ben heel benieuwd naar alle verhalen van jullie. En Boeboe? Ja. Hier onze biologische boodschappen hebben we weer. Ik heb puur besteld bij de Ecoplaza. Altijd naar de andere kant toe met de auto, want dat is dan hoef ik minder te sjouwen. Ik rij met jullie even het terrein over naar de parkeerplaats. En dan kunnen jullie ook meteen de paarden zien. Allora, knappen, heel veel hier blijven. Ik ga je eerst even de paarden aan de kijkers laten zien. Jij blijft heel even in de auto zitten. De motor uit. Kom zo terug, dan haal ik je uit de auto, oké? Het is heel erg. Ik heb anders geen handen vrij. Ja, daar staat Guus. En Baby Jai staat er ook. Die heeft een minder opvallende kleur hier. Hier zo. En hier staat Carletto. Oké. Misschien vinden jullie het leuk om te zien wat voor boodschap ik heb gekocht. Het heeft niks met paarden te maken, maar ik laat het even zien. Dit is mijn ontbijt, het is havermout. We hebben witte druiven, biologisch uiteraard. We hebben rijst, crackers, olijfolie. Dit is een basic olijfolie, gewoon om pasta te maken. Mijn man en ik zijn heel kritisch op olijfolie. Want het klinkt echt heel... het is wel zo. Pak broodjes van de Ecoplaza. We hebben kokosolie. En ik gebruik het zelf voor eigenlijk niet om te eten, maar voor mijn mondhygiëne. Ik doe aan oilpoeling. Ik weet niet of jullie dat kennen. En dat is heel goed om je mond schoon te houden. En om bacteriën en andere nare dingen uit je mond te spoelen. Naast dat het goed voor de mondhygiëne is, worden je tanden er ook witter van. En dan heb ik groot ingeslagen op jam. En hier heb je ook chocoladepasta van, vegan. En die is ook echt ontzettend lekker. En daar heb je ook hele grote potten van. Veel beter dan... Nutella of zo. Ik word niet gesponsord door de Ecoplaza en ik doe dit uit passie voor eten. En niet omdat ik ergens voor betaald krijg. Linzenpompoensoep. Dit is echt mijn favoriete amandelmelk. Hij is heel goed voor de cappuccino. Ik drink heel veel cappuccino's, want deze schuimt heel goed. Ik heb ook zo'n melkschuimer. De ingrediënten zijn heel goed. Hij heeft maar 3 ingrediënten. Want ik lees ingrediënten. En als je ingrediënten leest, dan gaat een wereld voor je open. Er zit water in. Amandel en zout. En that's it. Niet een lijst met E-nummers. Of suiker. Suiker in een ander naampje. Dat je niet dat ze zeggen, oh, het is geen suiker. Maar eigenlijk is het wel suiker. Maar het is gewoon een suikervervanger. Die zijn vaak echt nog erger dan echte suiker. Ik vind dit echt een geweldige amandelmelk van de Ecoplaza. Echt mijn... Hier... Het is mijn... Ja. Het zijn zongedroogde... tomaatjes, kikkererwten. En daar kun je heel veel mee doen. Je kan hummus maken van kikkererwten. Je kan het door je sla doen. We hebben de tomatensaus. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgens mij vinden jullie het helemaal niet leuk, want jullie willen alleen maar paarden zien in deze vlog. Maar goed, ik vond het in ieder geval leuk om het met jullie even te delen. Ik sta hier met mijn peetmoeder Lieke en we gaan zo de piaf met Baby Jai oefenen. Want dat is wel handig om nog iemand erbij te hebben die een beetje kan helpen. Ja, Baby Jai kan heel veel. Die kan allerlei, die kan flamen op commando, die kan Spaans pas. Ja, en Lieke doet dat ook allemaal met haar paarden, doet ook heel veel vrijheidsdressuur. En Lieke, je hebt, ze heeft 2 paarden, Ed en Lip. En nou ja. Heb ik net gezien wat Jai allemaal al kan, hè? Ja. Ik had nog geen Spaans pas gezien. Ja. En dadelijk de piaf. En ze heeft daar net met Carletto heel schattig gespeeld. Dat is Lieke's stijl. Zo doe ik ook wel even wild gemaakt. We hebben een beetje dezelfde stijl van trainen. En dat laat ik jullie nu even zien. Dat is heel leuk. Wat is dat, Carlet? Daar achter die muur. Wie is dat? Ja. Ja, de wilde hengst komt op.
Ja. Een bok erbij. Ja, ja, woe. Oh, hij stijgt het zelfs voor je. Hij snurkt er helemaal bij. Ik zal zijn andere kant. Zo, nou, hij heeft niet vaak zijn staart erop, Lieke, maar het is je gelukt hoor. Ja, hij heeft echt een Arabierenstaart nou hoor. Voor zijn doen dan. Ja, nou komen de veulens erbij. Dit was de warming-up. Het is wel een atleet aan het worden, hè? Ja, ik wou net zeggen, het zit er continu verheven. Ja. Hij doet het ook expres zo'n beetje. Net in de stap. Of vindt hij leuk om dan die schouders zo erbij te gooien. Want hij ziet er continu uit alsof hij heel verheven gaat. Ja. Netjes hoor. Mooi ook zo met deze wolk hier. Hij zit heel moeilijk door hoor. Ja, terwijl het er heel fijn uitziet. Okay. Maar ook in die passage. Oké, nou daar gaan we weer.
Doei. Lieke zit ook nog even op Baby Jai. En ik moet er even bij vertellen, Lieke is net bevallen van haar tweede kind. Dus haar buikspieren die moeten nog een beetje op gang komen, hè Lieke? Maar ze rijdt zelf vaak zonder zadel om de buikspieren bij te werken. Dat schijnt heel goed te werken voor de buikspieren. Ze heeft geen rijlaarzen aan, maar ze heeft wel een cap op. Zitten, ik had net verteld dat Jai heel moeilijk doorzit. Hij heeft een hele grote draf. Vooral als je erop zit, merk je die grote draf. Zo, dat is echt hij heeft echt zo'n zweefmoment en dan gooit hij je echt op. Ja, ik weet het. Echt moeilijk, hè? Ja. Wat doe je, Altje? Maar zijn galop is wel heel fijn, hoor. De galop is heel makkelijk. Dan laat hij wel goed zitten. Ja? Ja. Nou, dit is echt wel... Dit is echt zwaar, hoor. Oh, dat is echt een verademing, ja. Het is lekker, hè, die galop? Ja. Hij kan ook echt de pirouetjes en zo. Dat is allemaal heel makkelijk voor hem. Terwijl die galop, zeg maar, qua zicht is hij niet zo... Dat je denkt, nou, dat is echt een hele sterke, grote galop. Maar qua bewerkbaarheid is die galop weer heel fijn. Een kleine Arabier. Ah. Zo zou ik wel over de velden willen gaan. Ja. Maar toen ik hem kocht, toen had ik alleen de draf uitgeprobeerd. En ik wist nog niet hoe die zou galopperen. Dus dat was toen hij helemaal in Italië was aangekomen. Toen ging ik pas voor het eerst met hem galopperen. Maar gelukkig viel die galop mee. Dus dat was wel een meevaller. Die galop was juist heel fijn. Want ik dacht van, nou, als die draf al zo groot en die galop, dat wordt wat. Maar dat viel echt reuze mee. Ja, het is misschien wel goed als mensen anderen erop door zien zitten. Dan denken ze, zeg, die Jolanda kan echt niet. Die Jolanda kan echt niet ja, het is goed voor je buikspieren, ja, hè, Lieke? Ja. Kom door, Jai. Nee. Hij voelt wel vertrouwd, toch? Hoe groot kan hij de pirouette? Ik kan geen pirouette, Jolanda. Hij kan het misschien wel. Je kan ook een passage proberen, die is misschien makkelijker. Dan kun je ook makkelijker doorzitten. Bij een passage. Ja, let op. Oh, mooi. Ja, baby Jai wil wel, hoor. Ja, parmantig. Buikspieren. Hij kijkt heel serieus bij, hoor, Lieke. Je moet hem niet uitlachen. Ik werk ook al. Ook zo, ja. Heel mooi, hoor. Keurig. Het is altijd leuk om te zien dat hij dan bij een ander ook kan, hè? Goed zo. Goed zo. Thank you.
wel zeggen, Jai. Ja, ja. Wat heb je binnen afgelegd? Ja, ik zit. Hij bleef van dat hele begin ook niet al. Ja, hè? Regenboog. Nou, we kunnen wel de regenboog op de achtergrond doen. Met Academie Bartels daar. Oh, je gaat ook een foto maken. Ja, Lieke. Okay. Wij en de regenboog. Even kijken. Hier is Guus. Hier is Baby Jai. Die zie je aan het raas. Dit was het einde van deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei. Regenboog. Oh, hij is weg.